fikse hij de brand? Hoe is de situatie op het moment? Op het moment is de brandweer met man en macht bezig om de brand onder controle te krijgen. Ze hebben twee invalswegen gevonden van waaruit ze de brand bestrijden. En dat lijkt goed te gaan. Ja, hoeveel brandweermensen zijn daarbij actief? Er zijn nu zo'n 75 brandweerlieden aan het werk. Er zijn 10 brandweerwagens en 3 waterwagens, zoals we dat dan noemen. Mm-hmm. Ook de politie is natuurlijk aanwezig. En de politiehelikopter is in de lucht gehangen om te kijken waar de brand precies woedde. Ja, en is die eigenlijk een beetje tot staan gebracht? Op dit moment hebben ze in ieder geval duidelijk waar de brand zich bevindt. En de eerste prioriteit is inderdaad de brand te stoppen, hè, te zorgen dat hij zich niet verder verbreidt. En vervolgens proberen ze hem te blussen. Maar daar zijn ze nog wel even mee bezig? Daar zijn ze nog wel even zoet mee. Ja, ja. De wind is denk ik een probleem. Ja, het waait ontzettend hard. De wind draait ook. Hè. Ik weet niet of je dat hebt kunnen merken. De rook verandert ook steeds van richting. En dat maakt het inderdaad wat moeilijker om de brand te bestrijden. Geen persoonlijke problemen, hè? Er zijn geen persoonlijke problemen, nee. Er zijn geen gewonden aangetroffen. We hebben een aantal mensen in het gebied aangetroffen. Die hebben gevraagd het gebied te verlaten. En dat hebben ze ook gedaan. En de rook die nu vrijkomt is verder niet schadelijk voor de volksgezondheid.